คือห้องนอนของ Lady Berry ค่ะนี่ค่ะนี่ห้องอ่างอาบน้ำห้องน้ำบาดกาเมอร์ห้องของเบลลี่ Lady Berry เมื่อกี้เป็นห้องแอบแต้มอันนี้เป็นห้องนอนค่ะห้องนอนของ Lady Berry ค่ะในสมัยศตวรรษที่16ค่ะเป็นห้องสีฟ้าDuurste meubelstuk van heel Heath Castle. Je raadt het nooit. Het lijkt op Ikea, het is het niet. Het is het tafeltje, ja, het bureautje. Met een stoel ervoor daar. Het is gemaakt van haaienhout. En de knoppen zijn geolifantenivoor. Dus het blijft waar het staat en het verroert niet meer. In die tijd was het een designer named Shark Green. Hong Lee, je hebt furniture die peng die zoet gaat. Kost het. Maar daar blijft het. Lekker achterin. Niemand kan daar raken. En we zien dat er ook een ging naar Duitsland toe. Waar ze een affaire had met een Duitse graaf. En die was getrouwd. Dus hup, het land weer uit. Wilde ze stoppen bij de stenen stap, de trap? Oké? Okay? Ik nooit meer in. Dus hopen dat ze stoppen. En dit is Paradijs voor God nog zo warm. Ja, mooi. Met allemaal verse nieuws. De kamer is meisjes. Die kwamen van Italië, van Frankrijk, van Zweden. En als dit op je cv stond, en je ging daar allemaal vandaan. อันนี้สิงโตหินอ่อนรูปตรงหัวเพื่อความโชคดีค่ะพอเขาเลิกเห็บNee, die andere. Je terugtrekt en dan de hele tijd en de koek. En lekker hier zitten en lekker roddelen met jullie dingen. Uitbuiken, gezellig. En de dienstmeisjes die maken hier tafel hier. En dit is een echte hong lap gek. Je ziet dat aan die kwasten, aan het behang. Dat heeft voor hen hier echt een zee. Nou, sommige mensen zeggen als wij de ingang, als ze privé komen naar het kastel. Scherpje voor de open haard, moet ik altijd even zeggen. In het verleden hadden de dames natuurlijk ook make-up op haar gezicht. En dat deden ze niet afwassen in de avond. In de ochtend kwam er gewoon een nieuwe laag bovenop. En dat deden ze een paar dagen achter elkaar.